vrienden, hier zijn we weer met een plaat vol plezierige moppen. En toch zijn er nog altijd mensen die er niet van halen. Nee, ik hoorde het gisteren nog iemand tegen zijn vriend zeggen. Die zei, ik ken een reuze mop, jong. Zegt die vriend, maar dat een moppen, maar dat is niks voor mij. Zegt een ander, al, jongen, dat is een reuze mop. Ik heb ze gisteren over dan aan een vrouw verteld. Die is zo het bed gevallen van het lachen. Die een vrouw is daar er niet in bed, hè. Zo bijvoorbeeld een jong meisje die voor de eerste keer de liefde bedrijft, die zegt op het kritieke moment, oh, als ik nou morgen een kind krijg. En zo'n geroutineerde entretenue, die zegt op die een ogenblik, oh, als ik nou morgen een pelse frak krijg. En een vrouw die al verschillende jaren getrouwd is, die zegt, oh, een plafond zou moeten geschilderd worden. Sommige vrouwen zijn ook geweldig curieus, hè. Gelijk als die vrouw die naar een man vroeg, maar die twee jonge mannen die hier over zo samen wonen, wat is dat feitelijk? Zegt die man, wat is dat feitelijk? De jongens leven zomer gelijk als man en vrouw, dat is gelijk een avond, gelijk ik en gij. Och, ze zei, joh. Oh, dan zou ik eens willen weten wie van de twee dat de vrouw is. Zegt die man, joh, dat zult het zelf moeten vragen, want dat weet ik ook niet. Wilt dat lukken een paar dagen later, staat die vrouw in de winkel en een van die twee mannen komt er binnen. En ze kan er niet houden, hè. Ze zei, oh, meneer, ze heeft niks gezegd, maar mag dat ze het vragen? Ja, madame, zei hem, ja, vraag het u maar, hè. Ze zei, wel, zei ze, meneer, het is nogal een beetje aanbetaald misschien, maar denk ik toch zo curieus. Wie van alle tweeën eet er naar de vagina? Zei hij, oh, madame, zei hem, dat weet ik niet. Ik niet, want ik heb een Toyota. En ze kunnen ook zo verstrooid zijn, hè. Gelijk als die madame die bij een dokter moet komen met haar stoelgang. Die zet dat pakje heel voorzichtig op die dokter zijn bureau. Die doet dat open. En die zit er zo in en zegt, madame, excuseert, heb jij je niet vergist? En die vrouw die leert doekjes, die zegt, oh, zei ze, dokter. Oh, wat zal mijn man vanmiddag verscheten als die ze de schuifstak uit. Zeg, en dan de die aan haar vriendin kwam klagen omdat ze ongekinkt kost ongeroken. En die vriendin zei, joh, zei zijn oude man zal te klaar voeten hebben. Allee, zei die, wat heeft dat er nou mee te maken? Ja, zei ze, dat is bewijzen. Een man, zei ze, hoe groter voeten, hoe meer chance dat je. Nou, wil dat lukken, een paar dagen later werd er gebeld bij dat mens. Daar stond er zo'n commissionair voor de deur met een pakje en met een koppel voeten. En direct als ze die foto niet doen, hè. Die zei, oh, meneer, zet, kom even binnen. Kom even, zet u even neer, maak het gemakkelijk. Maak een borreltje schenken. En ze schenkt een borreltje voor uien en van die een twee en draai en veer. Allee, op de deur, ze krijgt die in een slopkamer. En ze legt er op dat bed en die commissionair, die denkt, oh, dat is een gaan mij gepakt. Hè? Enfin, ja, ze hadden zo uit de foto niet schot die je terug deur. En ze haar kruffelt terecht van dat bed, zei ze, zeg, vriend. Spannen afschonen, niet een beetje. Oh, dat zijn er weer straffen, zo komen er nog meer. Verrood mijn leven toch maar één keer. Een jong koppel, pas getrouwd, zaai een heel naïef kind en nog nooit heeft meegemaakt. Ze komen voor de eerste avond op de slopkamer, zei ze tegen haar bruidegom. Jongens, zei ze, excuseer ze, maar zie ik nog een beetje verlegen. Ze zei, maar kijk maar hier hoe het klien en ga in de badkamer. Als ik gereed ben, zal ik het dan wel zeggen. En hij zei, ja, zei hem, dat is goed, want dat viel eigenlijk nogal in zijn kraam, zei het. Want je moet weten, dat was zo'n hele magere spiering. Maar je had altijd zo van die opgevulde kostuums om, dat toch niet of wat vengt was.
Nou, je ziet in die badkamer, ze is uitgekleed, ze ligt er op dat bed en ze trekt het licht uit. En ze roept, schat, het is Claire. Die komt in die donker slopkamer, die loopt naar dat bed, schuift door op dat karpetje en die valt met zijn armen open boven op dat masker. Zei die, oh, schat, spoeide, want de crucifix is op mijn lijf. Een vrouw van 50 jaar, zeg, moeder van 5 kinderen, gaat naar een dokter. Die een dokter die een onderzoek die madame, noodonderzoek zette, madame, u is in verwachting. Zegt ze, wat bleef dokter, ik ben 50 jaar, ik heb al 5 kinderen. Ja, madame, zegt de dokter, het is nog dan zo. Nee, dokter, zegt ze, maar ik is telefonair. Ja, madame, zegt hem, die pakt een telefoon recht naar haar man. Gelijk als die een uren opneemt, zegt ze, hey, zei ze, plezante. Dat is goed, hè, volle avond, denk goed aan, Trik. Ik ben maar al in verwachting, zei die vent, wees er aan de telefoon. Ja, maar, en als juist het tegenovergestelde. Een vrouw die van een dokter kwam klagen dat ze van haar man niks niet meer kon gedaan krijgen. Zei die dokter, mo, madame, zei hem, dat treft. U had chance, ik heb hier juist een nieuw medicament binnengekregen. Hij zegt, kon ik die meegeven en geef die man door eens een pilletje van. Hij zei, en wet me dan het resultaat is te vertellen. Die madame, die haar pilletjes weg. Zaterdags belt hij die een dokter op. Die zei, dokter, dokter, zei ze, dat is verschrikkelijk. Wat is er, madame, zegt hij. Oh, dokter, ik heb daar zo 2 pilletjes van gegeven. Ze zei, maar dokter, het is vreselijk. Die trok de kleren van mijn lijf. Ze zei, oh, ik heb het nooit meegemaakt. Ja, maar zei de dokter, madame, dat wou u toch. Jawel, dokter, zei ze, maar toch niet in een stammenij. Nou had die dokter die pilletjes nog wel een andere madame bijgegeven. Dus die belt direct en mengt zo. Zei, madame, zei hem, excuseer, maar hoe is het resultaat geweest met de pillen? Oh, dokter, zei hij, alsjeblieft, geeft hij aan niemand niet meer. Ze zei, dokter, dat is verschrikkelijk. Ik heb er zo draven in zijn koffer gedaan. Ze zei, maar hoog 2 keren voor bed. 3 keren in bed. S'nachts 4 keren. S'morgens bij de koffer nog 3 keren. En voor dat hem sterft nog 2 keren. Oh. Er nog meer, verrood mijn leven toch maar één keer. Een ovenarbeider komt thuis en vertelt aan zijn vrouw, maar nee, nou heb ik even geluk gehad. Nou was ik toch met mijn vrienden, met de Louis en de Gerard, in kloak van het schip ontwaken, moet ik dringend naar de koor. En zei er waar dat ik weg was, is er door zo'n container naar beneden gekomen. En de Louis en de Gerard, alle 2 op slag doet. Zij moet nou even geluk gehad. Oh, jongen, zei ze, dat is niet waar. Hè. Of had 2 maanden later zo, komt die vrouw die 2 wijven tegen. Alle 2 chic afgebusteld, een even pelse frak om. Zij zei, wel, wist. Ja, zeg je die lustert. Een mensje moet er deur rijden, er is toch niks om te doen. En dan, de verzekering is goed voor ons geweest, we hebben niks te keurt. Zit aan de nee, zei ze, ik zing het, je zit er alle 2 goed, hoor. Allee, diezelfde dag, de gust komt van zijn werk thuis en zijn Marie, die ziet er toch met een gezicht, gelijk als hij van Eurelaak, hè. Hij zei, wat is het Marie, zei hij, maar ziet hij erna? Is ze reed? Hij zei, is ze reed, is ze reed? Als ze reed te verdienen is, met de gaal altijd naar de koor of het schild. Een andere dokwerker, zeg, een vent gelijk een boom, hè. Zo'n kastaar. Een reus, maar zo groot en zo starig dat er was, zo klaanzierig was die ook, hè. Nou moet die toch een tand laten trekken. Die tandarts die komt met die tang, die zet zijn eigen zo met zijn benen open over die dokwerker. En die nieuws pakt die dentist tussen zijn benen vast. Die zei, hé, hey, we gaan een goed akkoord maken, hè. Of we maken er nee, niet zeer doen, hè. Hier aan Doven werkte er een neger.
En al 25 jaar trouwen dienst gaat die een eiger terug naar Afrika. Die boze, die was er toch zo tevreden van, dat hij zegt, ja jongens, ik zou zo geren een herinnering meegeven, maar ik weet niet wat. Zegt die eiger, wat boos zei hem, als ik mag kiezen, dan heb ik geren met een bascule, waar ik zoveel jaren mee gewaarkt heb. Hoe zei die, als je dat geren net vriend, neemt gauw een bascule gerust mee. Die komt met dat spel, ging er al in Afrika, bij zijn oude stam, die pakt dat dood, heel fier. Maar joh, die negers gingen, die kennen dat niet, hebben dat nooit gezien, die zeggen, wat is dat voor iets? En oh, dat is demonstreren. Hè. En dan zit ze de ene neger achter de andere op die bascule. En dan gewegen, dan zei hij, dat is 90 kilo brut. En de andere neger erop, dat is 85 kilo brut. Nu ging het, is 93 kilo brut. Of als hij al die negers gewogen heeft, begint hij met de negerinnetjes. En dan zit dat eerste negerinnetje erop en zegt, is 52 kilo net. En dat tweede erop en zegt, 50 kilo net. Nog eentje erop en zegt, 48 kilo net. Is dat dus een neger die zei, jongen, zei dat wat is dat? Als je er ongezoek zit, dan zeg je altijd brut. En al bij de maskers zegt altijd net. En zeg je, ho, zei hem, dat heeft me een boos in Antwerpen geleerd. Met zak, brut, zonder zak, net. Kijk, kijk toch al het verschil tussen een neger en een mier. Wel, een mier en een witte staart. En een neger kan niet vliegen. Ze was Caroline met Jarlewijn naar de dierentuin gegaan. En ja, curieus gelijk als altijd, gaat ze te dicht bij die gorilla. Die kan haar te pakken krijgen en die gorilla nipt hij vast, die trekt de kleren van haar af. En zo roept ze, Louis, wat moet ik nou doen? En dat doe ik gelijk een stoos, zegt de gepaan in mijn kop. In. De Theo, zijn vrouw, die kwam op een dag thuis met een even pelse frak aan. Zei die in Theo, hele, zei dat was dan, hè? Pelse frak. En waar gaat die gold? Oh, zei ze, die heb ik er straks gewonnen in een tombola. Oh, zei hem, chic, zeg. Een week later komt ze weer naar huis, zei ze, een ring. Mooie fake ring met een diamant. Dan zei ze, hé, waar gaat die ring gold? En zei ze, gewonnen in een tombola. Ah, maar zei hem, wat een chance de liste taart. Een paar dagen later, zei ze tegen hem, Theo, wil je nou eens wat water in het bad laten lopen? Kom, we wassen, want... Ik ga straks naar Lili, een beetje naar ding, ga ze naar de badkamer en ze roept, Theo, voor wat heb ik nou zo weinig water in dat bad gedaan? Zei dan, oh, zei dan, ik was bang dat de tombola lotje zo nat werd. Oh. Een oude meneer, 82 jaar, komt bij de dokter vertellen dat hem gaat trouwen met een masker van 18. Zegt die dokter, oei meneer, zegt hem, dat is gevaarlijk op die leeftijd. Zegt die oude, kan me niet schelen. Als ze van sterft, dan sterft ze maar. Een moederke, 76 jaar, zit in de biechtstoel. En ze zegt dan naar een biechtvader, ik heb mijn dood zonde gedaan, mijn jonge man. Zegt die pastoor, wat blijft op uw ouderdom, nu nog? Nee, zegt nee, nou niet. Dat is lang geleden, maar een mens spreekt er nog eens keer over. Een man kon in een biechtstoel vertellen dat hij het zesde gebod had overtreden. Zegt die pastoor, het zesde gebod overtreden, vriend? En hoe dikwijls? En ze zegt, meneer pastoor, kom even te biechten, even te stoeven. Toen zijn er twee nieuwelingen in de hemel aangekomen. En hoe is dat, wordt dat goed gezegd? Nieuwelingen, dat zoekt mekaar op. Hij zei die een en de andere, wel, zei hem, hoe zei ga je gerokt? Hij zei, vriend, ja, zei hem, ik heb een attack gekregen. Och, zei hem, een attack? Ja, zei hem, ik ben nogal een krikkele mengs. Hij zei, ja, ze maar toch komen vertellen dat mijn vrouw thuis in bed lag met een vreemde man.
Als hij die kloep nog roos en onderweg boeien ik me toch zo op. Als hij die kwam binnen en begon direct met alles kapot te slogen, zei hij, ik trok de kapstok uit de muur, door de venster. De stof heb ik uit de muur gesluit, door de venster. Zelfs daar heb ik door de venster gesmeten. Als hij trekt de deur van mijn slop komen open. En mijn vrouwke lag er moederziel alleen. Als hij niet verschoot zo geweldig dat ik een attack kreeg, ik was er geweest. Hij zei, we zijn er gelijk voor. We zitten aan en ik zijn verongelukt. We zitten met een auto, belangen is uit hem. Ik was op bezoek bij een masker. Komt er toch een rozende zot binnen zijn en die pakt die huiskast met ze daar de venster en ik zat erin. Zo is er een jonge man die hem ook kennis met een vrouwke. En van de eerste dag wou die ze wel tot het uiterste gaan. Maar zij was een heel correct ding. En ze zei, nee schat, nee. Eerst trouwen en dan. Enfin, joh, hij zag ze geren en hij heeft gewacht. Ze zijn getrouwd. En al de huwelijksnacht zitten ze 's morgens aan de koffietafel. En dan zei ze, schat, hoe is het? Wat zei dat? Formidabel. Ze zei, schat, ik ben zo gelukkig. Wat had ik nou direct moeten toegeven? Hij zei, dan had ik al misschien nooit getrouwd. Hij zei, joh, dat kan ik niet al van mij spreken. Dat zou de zesde keer zijn dat ze me zo vast hadden. Een ander koppeltje ook. Ze zijn zo alleen ontfraaien. En hij zegt, schat, zei hem, is dat nou werkelijk? Zijn ik nou echt de eerste man die je nog gevraagd heeft voor mij aan op bed te gaan? Zei ze, ja, dat is werk. Want die had er me niks gevraagd. Een zeeman die de nacht heeft doorgebracht met zo'n masker van plezier. Die zegt s'morgens voordat hij weggaat tegen haar, lustert ze hem, moest er binnen eigen monden niet van komen. Noem het dan Fatima. Dat vind ik een schone naam. Is dat jou afgesproken? Ze zei, moest de gaas soms binnen enkele dagen niet gewaar worden. Noem het dan eczema, dat klinkt zo. Komen er nog meer, verrood mijn leven tot morgen een keer. Nou, zo'n echte gezellige vraaggezel, weet je, die zei op een dag tegen mij, zei, ik weet, die zei, maar ik ben zot van maskers die een bril dragen. Zeg, luiver wat? Oh, zei, maar als je er zo heel dichtbij komt, dan slogen die gelozen aan en dan zeg je niet meer wat je van zin zit. Ze loopt er om de zee in met zijn liefje over de dak. Het is een wind. Je kent dat zo dat je zo voorover moet lopen voor tegen de wind in te vechten, hè? En zo doen de zee samen op beneden. En ze zei tegen haar vrouw, ze zei, och jongen, haar broek stond open. Ze zei, wow, zei dat is niet klotsen waar open stond. Ze zei, verlei hoor, dan was ik hier ook op de dak. Dat was toch zo'n wind. En dan stond mijn hem open. Ze zei, ik heb draad over de staven nek. Een acrobaat die met de volksdoorlichting. Nou, is dat een geweldige sporter, hè? En die zit er zijn toer af te wachten. En eindelijk is het aan hem. En die acrobaat die gaat ze in zijn blote flikker, gaat hij naar dat apparaat. Maar ik zei, dat was een geweldige, plezante jongen. Ver de machine springt hier op zijn handen en die stond er zijn tong dus te boven. En die dokter erachter, die stond te zingen zo. Die kan er niet aan nood, hè? Hij zei, meneer, zei hij, maar toen is te lang kunnen we maandelen zijn gezwollen. Iedereen die van de dokter kon vertellen dat hem zo moeilijk kon wateren. En die dokter die een onderzoek dat gevallen zegt, ja meneer, zei hem, luister, dat zal op een operatie nooit draaien. En hij zegt, maar ja, dan zult u 2 stralen hebben. Heeft die mens 2 stralen? Dat is ook aan betaald. Ja, zegt een dokter, maar je kunt er eens over nadenken dat je wilt. Hè. Na een paar dagen later stond die mens toch in zo'n openbare waterplaats. En dan stond er drie in een FNM en dan loort ze weer op zaak. Die had 15 stralen. En nou, curieus, hè. Hij zei, meneer, zeg jij ook geopereerd? Hij heeft een andere belangrijke zet, maar krijg dat direct van mijn broek niet af. En gelijk als die man hier naar de kleermaker gaat voor een lief kostuum te laten ommeten. En die kleermaker die vraagt, meneer zegt hem, wenst u een tiret van 30 of van 40 centimeter in de broek? Van 30 of van 40, wat verschil is dat?
Ja, ze die klimakken tegenwoordig nemen er heel veel mannen een tiret van 40 en ze het schijnt dat dat gemakkelijker is. Zet hem zit er dan zo lang in, hè. Nee, dat kostuum is af, dan komt er met toos en dan past dat aan, hè. Gelijk als hem die broek aantrekt, schiet die vrouw toch in een lach. Mooi, in een lach. En zei, wat is nou, zei, dan is dat zo plezant. Maar lang niet, zei ze, met die lange tirette, zeg, moet ik absoluut denken aan die vent van die rover, zei ze. Die heeft ook zo'n groot rolblaffeteur als een garage. Dan komt hem er ook altijd met zo'n klein automobieletje voor. Madame Hobel, die ging ook eens naar een dokter. Ze zegt, oh, dokter, excuseer me, maar als ik op mijn linkse zij lig, dan komt mijn hart zo te kier. En leg ik mij op mijn rechterzij, dan komt mijn lever zo te kier. Die dokter, ja, maar dan leg je dan op mijn rug. Dokter, zei ze, dan komt mijn man zo te kier. Ja, zei de dokter, maar dan leg je dan op mijn buik. Oh, dokter, ga ik in mijn man niet. Ja, vrienden, en als je nu nog verder wilt luisteren, dan zullen deze plaat toch ook op de andere kant moeten leggen.